Het is een prachtige dag bij het Walnut hoofdkwartier, jongens. We staan hier op het dak en ik heb nog veel progressie die we vandaag moeten doen. Als wij hier even naar beneden springen en het hopelijk overleven, natuurlijk overleven we dat. Kan je zien dat de achterkant van mijn gebouw nog compleet open is en dat dit gewoon nog opgevuld moet worden. Als dat gedaan is, kunnen we officieel gaan beginnen met de binnenkant. Dan wil ik een platform boven gaan bouwen waar we vergaderingen kunnen houden en waar we Rick, Stink, Goors, Force officieel moeten gaan stoppen. Dat is de volledige naam. Rick, Stink, Goors, Force. Ik heb hier een bordje staan. Loser groetjes. Wie zo loser groetjes? Wat is dit nou weer? Weggooien. Die, verdrink maar lekker. Maar naast bouwen heb ik nog veel meer andere leuke dingen op de planning staan, jongens. Daarom wil ik het bouwen een beetje op de achtergrond hebben. En in plaats van dat ik dus alles ga laten zien wat we gaan bouwen, beginnen we gelijk met een leuke timelapse. Daar zijn we weer en we zijn een paar uur verder in het leven. Ik heb mijn pet niet meer op, ik heb een ander t-shirt aan. Dat is bewijs genoeg. We hebben best wel veel progressie gemaakt. We hebben hier het hele platform boven hebben we gebouwd met het idee hoe ik het wil hebben. Dat je hier waarschijnlijk een waterlift naar beneden en een waterlift naar boven hebt. Van de zon weet ik veel hoe je het wil hebben. Dan hierboven een dubbele laag aan de onderkant wit, zodat het van onder gewoon witter uitziet. Maar als je hierboven loopt, heb je nog steeds het mooie blauwe vloertje. En jongens, kijk nou hoe lijp deze vloer is. Imagine dat deze hele vloer gewoon blauw is. Kijk hoe een lijpe vloer je dan hebt. Dan kan je hier gewoon staan zo. En dan kan je gewoon naar beneden. Kijk hoe cool dit is. Ik ben zo een fan van dit concept. Ik vind dit zo een leuke basis om gewoon rond te lopen. En nu al gewoon. Enig probleem is, ik heb nog niet echt een waterlift naar beneden. Ik heb wel vast glas geplaatst. Dus wat we zouden kunnen doen is hier een waterdingetje naar. Oh, dat is niet helemaal handig. Maakt niet uit. Laten we hier naar beneden gaan. Kijk, ik heb zo'n glass pane ding geplaatst, zodat het niet fout kan gaan. Kunnen we veilig naar beneden. Dan enig wat we... Oh, dit is wel heel irritant. Hoe ga ik hier nu uitkomen? Wacht. En dan deze weg en deze weg. Oeh, dat kan. Oké, dan moet ik alleen even een manier bedenken waarop dit niet echt de concrete blokken wordt. Omdat er natuurlijk water aan aansluit. En het moet natuurlijk nog worden dat het echt een lift is die me omhoog kan sturen. Laten we dat gelijk fixen. Ik denk dat het dan makkelijk is dat dat gewoon geregeld is. Oh ja, ik heb trouwens ook natuurlijk gewoon de achterkant daar gedaan. Ik heb trouwens niet eens van onder gezien. Maar dit ziet er goed uit van onder. Het is natuurlijk nu nog pikken donker, maar het ziet er serieus niet slecht uit van onder. Je ziet gewoon duidelijk dat daar nu een platform zit. En daar is het belangrijkste gedeelte van mijn basis natuurlijk. Het vergadergedeelte, het weet ik wat hier beneden. Maar hier kan ik misschien chestroom 1 maken en daar misschien chestroom 2. Of misschien kan ik hier een grote chestroom van maken. Daar hebben we natuurlijk de waterlift. We hebben hier de voorkant hebben we ook een stukje mooier gemaakt. We hebben dit extra platform toegevoegd. Dit loopt iets naar buiten nu. We hebben de tuintjes mooi gemaakt. De drone hangt er nog steeds van meneer KB. Meneer Krabburger is het inmiddels. Onze kisten staan hier nu nog steeds op deze locatie. Enig is nu dat dit tuintje ook mooier is geworden. Dus ik moet dingen zoals dit moet ik nog weg gaan halen. Ik moet mijn kisten hier nu gewoon ook een keertje weghalen. Want ja, het verstoort nu een beetje het mooie tuintje op het moment. Het ziet er echt een beetje raar uit, al die dingen hier. Maar ik wil eerst een waterlift hebben. En voor een waterlift hebben wij nodig, jongens, wat kelp. Dus laten we even kijken of wij hier op de bodem van de zee wat kelp kunnen vinden. Kan ik nou hier gewoon geen kelp vinden? Is dat serieus een ding? Ah, daar. Kijk, daar hebben we kelp. Daar gaan we heen. Oh, dit ziet er zo cool uit, jongens, deze basis. Ik vind het er zo leuk uitzien. Imagine, dit wat je aan de voorkant hebt, hier met die bomen en weet ik wat, gaat helemaal rondom. Dus het komt aan de onderkant, komt zoveel groene bosjes, gras, bloemen, bomen. Misschien dat ik er bovenop nog wat extra tuintjes maak, waardoor er bovenop nog veel groen komt. Het is gewoon echt een moderne, moderne toekomstbasis. Dit ziet er ook leuk uit. Ja, ik ben tevreden mee, jongens. Ik ben er echt tevreden mee. Hij is nog niet af, natuurlijk. Huh? Wat is dit nou weer?
Iemand heeft hier een jacht. Wat is dit? Een haven gebouwd? Wacht, eerst wil ik kelp hebben. Nou, gelukkig is kelp zo te farm op deze manier. Dat kost natuurlijk echt geen rol. Ik kan hier ook om onder water ademen. Heeft iemand hier een, hoe heet zo'n ding ook weer? Conduit of zo geplaatst, waardoor je onder water kan ademen? Oh, dit is wel heel veel kelp. Wacht even hoor. Oh mijn god, het ligt echt overal. Ja, ik denk dat ik wel meer dan genoeg kelp heb, jongens. Ik heb echt een beetje dat er overal te shell kelp lopen sloopt. Maar dan hebben we gewoon voorlopig genoeg, weet je. Dat kan geen kwaad. Maar wat is dit? Dit wil ik nu eigenlijk wel even onderzoeken. Wie heeft dit gemaakt? Rick Voorsloper 1. Rick Voorsloper 2. Oh, is het iemand die met mij wil samenwerken? Oh jee, het begint te regenen. Wat is dit? Een boekje ook hier? Wat staat er? Of een boekje, wat zeg ik nou? Volwalnut. Wat zit erin? Wow, jemig. Heeft iemand dit voor me achtergelaten? Volwalnut. Wacht even, ik heb te veel spullen bij me. Dirt kan weg. Ook saplings kunnen weg. Dit kan weg. De kwart. Ja, kwart ga ik ooit nog... Ja, kwart ga ik wel nog nodig hebben. Dat bewaren we maar. Ik heb te veel kelp, dus een beetje kelp kan weg. Wat is dit allemaal? Heel veel ijzer. White concrete. Best wel behoorlijk wat diamonds. Golden apples. Heel veel inktzakjes. Oh, daar ben ik wel helemaal blij mee. Anti-stinkgoors. Oké, we nemen even zo. Hey Walnut, wij mensen van dit mooie dorp willen je helpen tegen het kwaad stinkgoors. Ik maak er van dit boek PE Demon Killer 72. Heb samen met Jori S. een prachtig cadeau voor u gemaakt. Maar je mag hem alleen hebben als je ons in uw team wilt. Oh, met ons in uw team kunnen we stinkgoors verslaan. LPS, neem pns aan. We zijn groot fan. Groetjes. Oké. Laten we het dorp even bekijken. Ze hebben hier Riksloop. Oh, ze zijn ook echt thuis. Oh, nee, niet. Ze zijn niet thuis. Hallo? Is er iemand thuis? Hallo? Volgens mij is er niemand thuis op het moment. Ze hebben wel een leuk dorp, jongens. Moet je zien. Ik wist niet eens dat er al die tijd een dorp hier bij mij in de buurt zat. Dit vind ik leuk. Al die tijd best wel dichtbij. Jongens, wat mij betreft mogen jullie altijd pranks uithalen op Rick Force. Dat is de bedoeling. We zijn in oorlog tegen die knul. Elke prank is welkom. Alright, nu wij onze kelp hebben, hebben we alleen nog even één soul sand of soul soil. Eén van de twee. Volgens mij soul sand nodig. En dat heb ik natuurlijk Rick een tijdje geleden meegeprankt. Maar ik denk niet dat ik zelf wat mee heb genomen. Dus we moeten heel even naar de nether. En ik heb een nether portal gesloopt. Dat is erg handig, erg handig. Ik heb wel een idee. We gaan gewoon inbreken op het eiland van Rick. En dan gaan we gewoon kijken of we daar even het soul sand dat ik gebruikt heb om de prank die ik, laten we zeggen, 2-3 afleveringen geleden op hem gedaan heb, even terug te stelen. Niet alles. Ik heb letterlijk maar één blokje nodig. Dus één soul sandje zal die vast niet missen. Kijk, daar zijn we dan aangekomen op het eiland. Hij heeft wel progressie gemaakt, zo te zien. Maar hij is bij lange na nog niet zo ver als dat mijn hoofdkwartier is, jongens. Wacht, laten we even hier zo via zijn raam naar binnen gaan. Dat is de manier hoe wij altijd naar binnen gaan. Heb jij ergens nog mijn soul sand liggen? Of jouw soul sand inmiddels? Soul sand, 12. Ik neem er eentje mee. Kan vast geen kwaad, toch? Nou, dan gaan we weer naar huis. Dat is letterlijk de reden waarom ik hier ben gekomen. Rick is niet eens thuis, maar ik had gewoon één soul sand nodig. Want ik wil natuurlijk zo'n prachtige waterlift maken, jongens. En dat kan niet op deze manier dat het gewoon geen soul sand is. Dus dat betekent als het goed is... Even kijken. Jemig, daar heb ik veel blokken bij. Ik moet even mijn inventory legen. Hier doen we dan deze. Dan moeten we ervan maken. Nee, wacht. Nee, de vloer. Ja, de vloer is verpest. Waarom? De vloer, dit moeten we even fixen. Maar dat komt later wel. Hoe ga ik dit netjes kunnen doen? Ik heb signs nodig. Wacht even hoor. Ik moet echt mijn kisten op een goede plek inzetten. Ik ben nu weer naar buiten in mijn tuin. Hier moet ik naar de kisten lopen. Kijken of ik signs heb. Echt een rommeltje ben ik eraan aan het maken. Ja, ik heb 4 signs. Stop. Uiteindelijk gaan we het op een betere manier doen, jongens. Geen zorgen, geen zorgen. Maar voor nu is dit even de manier. Al zin met de signs. Ik bedoel, de waterlift blijft natuurlijk. En de paints worden ook nog weggehaald. Zo. Hoppakee. Kijk. Nou, dan gaan we dit helemaal omhoog bouwen. Dan kunnen we daar weer weghalen, maar dan hebben we wel een steady waterlift. Kunnen we altijd snel naar boven en altijd snel naar beneden. Kijk, hoppakee, zo. Als het goed is, als ik dit nu allemaal weghaal, dan betekent het dat dit een waterlift is geworden. Klopt dat? Ja, daar gaan we. Hoppakee. Ja, kijk jongens, een waterliftie. Nu kunnen we makkelijk naar boven. Het enige is, hoe kom ik naar beneden? Ik heb geen water meer. Oh jee. Wacht, ik heb een idee. Kijk jongens, we gaan het op een coole manier gaan doen. Zo. Oh, bijna dood. Een hartje. Oh, we hebben het net dan overleefd. Ik bedoel, ik wist dat we het gewoon zo gingen overleven, joh. Dat is allemaal gepland. Zagen jullie dat door lag? Ben ik bijna dood gegaan. Ik ben bijna door lag dood gegaan. En ik zit te twijfelen. Wil ik dan een sprong naar beneden doen? Of nee, weet je wat ik denk? Je kan wel natuurlijk een sprongetje naar beneden doen. Dat is eigenlijk het snelst. Maar als ik nou gewoon een magma cube gebruik. Of magma blok beneden. Dan heb ik aan twee kanten stralen water. En dat ziet er gewoon iets symmetrischer uit. Nu is het net alsof het niet af is. Omdat er aan één kant water is. En aan de andere kant niet. Dus laten we mijn waterbucket even vullen. En terwijl we dat doen, ook gelijk even op zoek gaan naar een magma blok. En dat kan je altijd wel onder water ergens vinden in een grot.
Zoals we nou gewoon 11 of zo doen. Kijk, dan hebben we water gevuld. Dan zal vast wel hier ergens beneden een... Oeh, nou trouwens, ik ga die riskeren. Wacht even. Meestal in die onderwaterkliffen zoals dit hier, weet je, die soort rif. Ik weet niet hoe je dat noemt officieel. Kan je altijd wel ergens een magmablok vinden. Ergens op de bodem. Kijk, daar! Daar, die heb ik nodig, jongens. Die hebben we nodig. Dus laten we nog even één keer omhoog zwemmen. Die blok heb ik nodig. Ik heb letterlijk maar eentje nodig. Want die zorgt ervoor dat je natuurlijk weer in Minecraft door water naar beneden wordt gezogen. En dan ziet het er gewoon iets symmetrischer uit. Kijk hier, dan krijgen we lucht. En dan, bom, hakken we ze allebei. En dan snel weer omhoog. Oeh, gaan we dat... Daar gaan we makkelijk redden. Dat redden we makkelijk. Kijk, daar zijn we weer bij de basis. Moeten we in principe hetzelfde concept doen. Gewoon zorgen dat we naar boven en naar beneden kunnen bouwen. Ik denk dat we dan hier even tijdelijk met science... Heel lelijk, ik weet het, ik weet het, ik weet het. Het is niet mooi. Maar het is even tijdelijk de manier. Dan hier zorgen we dat het even prima eruit ziet op deze manier. Zo. Magma cube. Beneden, ponk. Bouwen we met die glass panes even tijdelijk omhoog. Zodat het water niet tegen wordt gehouden. En uiteindelijk wil ik het ook met glass panes hebben. Want ik denk dat dat er mooi uitziet als je het water wel ziet, weet je. Dat heeft wel dat... futuristische-achtig moderne vibe geeft dat wel. Oh, nee! Dit ben je. Zagen jullie waardoor ik dood ging? Ik hak het boven me weg. Er valt... ding is naar beneden. Hoe heet dat blok? Concrete powder valt naar beneden. En die duwt mij eraf. En nu zijn we dood. Wat ongelukkige manier om dood te gaan. Oprecht wat een ongelukkige manier om dood te gaan. Zo, daar zijn we. Dan kan die weg. Dan kan die hier en die hier. Dan kan hier bovenin het water. Als het goed is, gaat het helemaal prima. Dan kunnen we er achteraan springen. Meezakken naar beneden. Dan op dit blok hier de kelp plaatsen. Oh, wacht. Oh, eerst moet dit iets anders worden. Zo. Laten we zeggen bijvoorbeeld dirt. Dan de kelp erop. Oh, ik krijg geen lucht. Oh, jongens, snel, we moeten opschieten. Ah, ik wil niet nog een keer doodgaan. Ik wil niet nog een keer doodgaan. Schiet op, 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 schiet op. Oh, dat scheelde niks. Halen we de kelp weer weg? Ja, het is echt een heel zin. Het is een stom taakje, maar anders werkt het gewoon niet. En dan nu kunnen we dit vervangen hier voor een magma blok. Als het goed is, zuigt dat ding me dan naar beneden. Moet die... Op deze moet die zelfs, ja. Dan kan deze eigenlijk ook wel eentje hoger. Nou ja, dat werkt natuurlijk niet. Dan word ik omhoog gezocht. Nou, dan kan ik het gelijk testen. Hier, deze zuigt me omhoog. En deze, als we erin springen, die zuigt me naar beneden. Het is wel wat trager, ik weet het. Ik weet het alleen. Het ziet er gewoon wat leuker uit, dit, weet je. Nu heb je gewoon aan twee kanten heb je water. Eentje voor omhoog en eentje voor naar beneden. Nu zou ik het zelfs nog netjes helemaal zo kunnen doen... dat dit gewoon eventjes dicht zit. Zo op deze manier. Kijk, dan ziet het er al wat beter uit, weet je. En als ik dit nou helemaal omhoog doortrek, zo... Kijk, dan ziet het er serieus mooi uit. Misschien de glass paint dan ook niet van blauw doen, maar van wit. Waardoor je een duidelijke verschil ziet tussen de glazen muren en gewoon dit glas voor het water. Dan zou ik witte glas moeten maken. En ik heb nog volgens mij niet meer normaal... Oh, ik heb wel normaal glas. Wacht, dat kunnen we gelijk testen. Kunnen we in principe gewoon white dye zo doen en dan zo. Ja, ik denk dat dit ook wel kan. Zou dit mooier zijn als we het op deze manier doen? Zo. Ja, 100% gaat dit leuker zijn. Nee, 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 nee. Nee, nee, nee. Stop, 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 stop. Nee, ik verpest echt die hele vloer hier. Ik had dit moeten doen voordat ik het water erin ging doen, denk ik. Ik denk dat dat makkelijker had geweest voor een of andere reden. Ja, maar wit glas erin is 100% leuker. Dan zie je duidelijk dat daar de liften zitten. Weet je, lift omhoog en lift naar beneden. Spannend weer! Maar goed, jongens, voor vandaag genoeg gebouwd. Laten we mijn inventory even legen. En dan gaan we heel even op bezoek bij Justin, de wapendealer. Nou, we zijn aangekomen. Hij heeft nog steeds Panda de Panda. Letterlijk een panda die gewoon panda heet. Zijn brug ziet er wel nog steeds mooi uit. Dat heeft hij leuk gedaan. Dat de brug er eindelijk een keertje goed uit. Vorige keer dat ik hier was, zag de brug er volgens mij niet uit. Dus die ziet er nu wel leuk uit. Hij heeft al een nieuw huisje. Ja, hij is druk bezig, die Justin. Waar is hij? Waar ben jij, Justin? Oh, hij staat achter me. Oh mijn god, ik schrik me helemaal kapot. Hé, wat is er? Mag je hier niet zijn? Volgens mij mag ik hier niet zijn, jongens. Volgens mij stuurt hij me weg. Hoezo stuurt hij me weg? Ik wou even op bezoek komen. Ik wou nieuwe kwaadaardige plannen vertellen over wat ik met Rick wil doen. Hij sluit het ook gewoon af. Hallo, ik dacht dat wij een deal hadden, Justin. Ik dacht dat wij een deal hadden. Dit is verraad, jongens. Dit vind ik hoog verraad. Verraad van de hoogste plank, dit. Wat een teleurstelling, dit. Die Justin stuurt me gewoon even weg. Waar is hij? Het kan niet, hoor, dit. Wat je nu doet. Ja, wou maar een raampje voor je huis. Potverdik jij. Alright, weet je, dan zijn we maar in de span aangekomen... waar het behoorlijk gezellig is met allemaal kijkertjes die hier staan... en gewoon spelletjes natuurlijk. En ik heb leuk nieuws, jongens. In de server op Content Veen. play.contentveen.nl. Wil je nou meespelen, dan kan dat zeker. En speel je nou Bedrock Editie, dan is dit even de poort 26006. Speel gewoon even mee. Maar wat ik wil zeggen, we hebben hier op de server heb je natuurlijk de dagelijkse zilver, gold, diamond, emerald crate. Die gaan we zo meteen claimen. Maar je hebt nu ook de robin crate, zo'n leuk varkentje. En je hebt de walnut crate. En laat ik nou toevallig van allebei...
één sleutel hebben. Dus laten we eerst de Robin het varkentje even openen. Ben ik heel benieuwd wat voor spulletjes ik krijg. Ik hoop wat goed. Misschien zelfs een pickaxe of een... Misschien wat anders goed. Oh! Een Robin Trident. Ah, dat is leuk, jongens. Dat is leuk. Daar zit Riptide op. Die kan ik... Weet je hoe handig dat is voor bij mijn baas? Ik ga zo meteen laten zien waarom dit handig is. Dan heb ik een wandelsleutel. Die gaan we ook gebruiken. En hieruit krijg ik... Oeh, een walnuthelm. Oké, dat is een behoorlijk goede helm. Kijk, die past wel mooi bij me, de walnuthelm. Ja, die staat me wel goed. Maar moet ik zeggen, ik draag nooit graag helmen. Maar dit is leuk, jongens. Deze kan je dus voortaan ook openen. Je kan ook zien wat je er allemaal uit kan krijgen. Je kan er allemaal goede spullen uit krijgen. Je kan je ook natuurlijk allemaal goede spulletjes uit krijgen. Maar dat is iets wat jullie lekker zelf achter moeten komen. Laten wij even alle dagelijkse beloningen weer claimen. JMG. Weet je, ik vind het oneerlijk om dagelijks... Jappie. Jij krijgt van mij mijn diamonds, want ik vind het oneerlijk om die dagelijkse beloning altijd te claimen. Dan jij, maar jij krijgt de emerald. Jij krijgt de golden apple. En jij krijgt het goud. En ik krijg zelf de XP-bottles. Nou, laten we onze sleuteltjes even gebruiken. Amethystblokken. Wat geld. Een mooi zwaardje. Een, wat is dit? Stoffel de Turtle. We kunnen een Stoffel de Turtle kunnen we. Oké, dat vind ik leuk. En tot slot in de Emerald Crate, jongens. Ik hoop nog steeds op een goede pickaxe of een axe of een shovel. Oh, goede schoenen. Maar we hadden al goede schoenen. Nee, we hadden al machtige schoenen. Wat lullig. Weet je wat we nou gaan doen, jongens? Dan gaan we naar Marktplaats hier. En dan gaan we hem verkopen. Voor 10.000 euro heb ik hem op Marktplaats gezet. Kijk, daar staat die machtige schoenen. Lijken wel altijd voor 10.000 euro. Wie weet, kan jij in de server komen, jongens? En mijn schoenen kopen. Hadden we al. Oh, wacht trouwens. Ik ga laten zien waarom de Robin Trident een heel goed item is, jongens. Namelijk, er zit een Riptide op. En Riptide in Minecraft, als je dan in het water gaat en je gaat schieten, zo dan. Boem, vlieg je erachteraan. Oh jee. Maar ik krijg wel fall damage. Dus dat is wel even een gevaarlijk dingetje. Ik heb denk wel even fall damage nodig, jongens. Ik denk dat ik dit anders namelijk niet echt ga overleven. Heb ik een item frame toevallig? Nee, maar die kunnen we wel even maken. Hier laten we heel even een item frame maken. Of zelfs twee. Dan kunnen we hier heel even tijdelijk zo... Hoppakee, de trident van Robin kunnen we even hier aan de ingang mooi zetten. Wat kunnen we aan de andere kant doen? Misschien dat zwaard. Dan gebruik ik ze allebei even nog niet. Maar dan vergeet ik ze ook niet, weet je. Hier dat zwaard. Heb ik op het moment niet echt nodig. Het is leuk om te hebben, maar ik heb het niet nodig. Kijk hier. Heilig zwaard doen we hier. En dan hebben we Robin Trident hebben wij hier. Ziet er ook nog niet eens zo verkeerd uit. Gewoon twee tools aan de buitenkant. Zullen we stoffel... We gaan stoffel bij de dieren hier doen. Eigenlijk heeft hij water nodig. Maar stoffel, welkom thuis bij de rest van de dieren. Min in de basis. Oh jee, een zombie. Ik moet het nog steeds beter belichten hier. Ik ben daar zo ongelooflijk slecht in om het gewoon goed te belichten hier. Oké, laten wij dan nog wel even één dingetje doen. En dat is kijken of ik lapis lazuli heb. Heb ik dat nog? Oeh, die is op. Dat betekent dat ik geen blauwe dye meer heb. Want ik heb namelijk nog best wel wat groene dye binnen liggen. En ik wil natuurlijk even wat nieuwe cyaan concrete maken. Of concrete powder, zodat we dat boven kunnen vullen. Oftewel, laten we even kijken of we naar wat mines kunnen gaan. En wat lapis lazuli kunnen krijgen. Het ding is, ik wil het liefst ook even wat kool hebben. Eigenlijk alleen kool en lapis lazuli, meer niet. Kool puur, zodat ik wat toortjes kan maken en de basis kan verlichten. En lapis lazuli natuurlijk, zodat we nieuwe dye kunnen maken. Zoals redstone laat ik ook nog even liggen. Ik ga echt alles laten liggen wat ik niet nodig heb. Oh, hier zijn al mensen geweest. Wat irritant. Hey, diamonds! Ik alles laten liggen, behalve diamonds natuurlijk, hè. Dat nemen we wel mee. Oh, lapis lazuli, jongens. Daar is het, daar is het. Waarom heb ik nou geen blokken meegenomen? Moet ik helemaal blokken gaan hakken? Oh mijn god, ik zit in iemands claim. Dus betekent dat... Oh, dan kan ik die lapis lazuli ook niet hakken waarschijnlijk. Nee, dat meen je. Zit die lapis lazuli in iemands claim? Oh, wat irritant. We hebben echt een mega groot meer gevonden van lava. Dus daar wil ik sowieso even heen gaan. Hier hebben we ook heel veel amethyst. Maar ja, dat gaan we toch niet echt nodig hebben. Ik ben eigenlijk op zoek naar lapis lazuli. Maar het liefst wil ik gewoon kool hebben. Want hier dan hebben we alweer genoeg. Kijk hoeveel dye we hiervan kunnen maken. Maar ik ga niet... Waarom heb ik gewoon nog geen kool gevonden? Nog geen blokje. Kool. Hoe kan dat nou? Zit ik daar te diep voor dan? Kan dat een ding zijn dat je te diep zit voor kool? Ik hoop het zo niet. Ik wil gewoon even een beetje kool hebben, jongens. Alsjeblieft. Al is het een klein beetje. Oh, wacht, ik heb een ander idee. We gaan even naar de mines toe waar ik in aflevering 1 of 2 was. Volgens mij kon ik daar wel heel veel kool vinden. Volgens mij is dat in dit gebied. Ik zie daar al kool. Oh. Oh, joh. Mensen hakken dit allemaal niet, jongens. Hier komen zoveel mensen. Kijk, al die blokken met cobblestone en zo. Er komen hier heel veel mensen, maar ja... Op een gegeven moment, als je kool hebt, heb je het wel gewoon een beetje. Maar ik heb altijd meer nodig. En nu kunnen we eindelijk gewoon even wat toortjes maken. En mijn basis verlichten van binnen. Want het is echt veel te donker. Uiteindelijk wil ik met sea lanterns en zo gaan werken. En
uiteindelijk niet met torches of normale lanterns. Ik denk dat sea lanterns gewoon letterlijk het blok is dat ik nodig heb. Dus dat wordt nog wel even een klusje om die te regelen. Misschien worden er een paar op marktplaatsen verkocht. Dat zou ook heel nice zijn. Kijk, we hebben in ieder geval genoeg kool om gewoon wat torches te maken. Laten we teruggaan naar ons hoofdkwartier. Ten eerste torches. Nou, dit zijn er niet genoeg. Ik heb even wat meer sticks nodig. Nou, in principe, als we dit kool hier even wegleggen, hebben we al genoeg aan 60 torches. Dat mag hopen dat het genoeg is. Gaan we het even heel lelijk gewoon een keertje goed belichten, zodat er niet meer monsters zoals spinnen in mijn basis spannen. Dat vind ik zo irritant. Ik ga ook gewoon weg en ik ga hem niet eens bevechten. Hij stikte maar. Oh, die creeper gaan we wel bevechten. Maar eerst belichten. Eerst belichten en dan bevechten. Oh, het zijn ook twee creepers. Ah. Oh. Dat ging net al goed. Kijk, dit lucht al heel wat op, jongens. Dat er gewoon nu overal even torches staan. Heb ik gewoon... Ga weg, alsjeblieft. Ik word zo gek van jou, spin. Nu hebben we gewoon licht. Nu hebben we gewoon eventjes licht. Het was zo donker hier beneden. Oh, alsjeblieft. Oh, niet bij mijn beesten trouwens. Als jullie mijn dieren opblazen, word ik boos. Nu zou een trident of een zwaard wel goed voor pas komen trouwens. Dan gaan wij eventjes hier wat zand pakken. Daar heb ik nog heel veel van. Oh, mijn greffel is weer op. Mijn greffel is weer op. Waarom is mijn greffel nou op? Kijk, ik wou zeggen, dan kunnen we weer heel veel concrete maken. Ah, mijn greffel is op. Oh, wacht. Jongens, ik heb wat buiten mijn video om gezien. Buiten mijn video om. Was ik even die kant op gaan zwemmen of gaan weet ik wat? Was ik in mijn timelapse was dat? Ik was in mijn timelapse, was ik die kant opgezwommen om te kijken hoe mijn basis eruit zag van deze kant, weet je. Maar na een heel kort stukje zwemmen, zag ik iets en dan dacht ik, oeh, dat wil ik even in mijn video laten zien aan jullie. Dolfijn, geef me even zwemsnelheid, alsjeblieft. Kom op, kom op, kom op, kom op. Ja, daar gaan we. Dankjewel, Dolfijn. We zijn supersnel. Kijk, er waren hier ook heel veel bootjes. En toen zag ik dat daar. En toen ging ik kijken, wat is dat daar allemaal, weet je. Nou, ik dus kijken. Dankjewel, Dolfijn, voor de snelheid. En er staan hier allemaal bordjes. Want als je ooit hulp nodig hebt met een gevecht, je moet onze clan 010 maar DM'en. Nou, een heel verhaal over weet ik wat allemaal. En daarbij staat volwandert van clan 010 en Milan 09NL. En kijk wat daarin zit. Huh? Ik dacht dat hier zit ook een goodies in, maar... Hier, dit bedoel ik! Allemaal greffel! Oh, ik ben jullie zo dankbaar voor de greffel, jongens. En op dit en... Dit is alles is top. Ik kom later de rest ophalen. Dit kom ik ook binnenkort ophalen. Dikke shout-out naar jullie, jongens. Jullie zijn echt toppers. Nou, Dolfijn, ik ben klaar om terug te zwemmen, hoor. Ben je er nog? Is hij er nog? Oh, man, hij is er niet meer. Dan moet ik in mijn eentje terugzwemmen. Ik had gehoopt dat de dolfijnen nog zou zijn. Maar kijk, ik wilde vanaf deze kant even naar mijn basis kijken. Ik was benieuwd hoe het eruit zag allemaal, natuurlijk. En uiteindelijk profiteren we ervan. Want iemand heeft gewoon, of meerdere mensen, hebben gewoon cadeautjes achtergelaten met greffel en zo. Maar ik ben blij dat ik me herinner. Anders had ik weer op pad moeten gaan om heel veel greffel te slopen. Zo geen zin in gehad. En nu kunnen we natuurlijk gewoon behoorlijk wat... Oh, mijn die is weer op. Dat meen je. Oh, dus heb ik blijkbaar nog steeds niet genoeg. Wacht even hoor. Wat mis ik nou? Nu mis ik weer groene die. Dan gaan we weer, jongens, cactus in de oven schooien. Het welbekende riedeltje. Krijgen we weer onze prachtige groene die natuurlijk. Uiteindelijk werkt deze lava farm nog redelijk goed, jongens. Als ik gewoon even AFK sta, kan ik daarna best wel veel furnaces vullen. Dus ik was vorige aflevering een beetje erover aan het zeiken. Ze staan er nog steeds wel bij dat het niet mega efficiënt is, dat het veel efficiënter kan. Maar voor nu is het dik prima. Oké, dan hebben we 14 green dye. Dat kunnen we mengen met blauwe dye. En dan krijgen we hopelijk best wel wat cyan. Cyan? Ja. Kijk, en nu gaan we gewoon het mee doen wat we hebben, jongens. Dan gaan we niet meer zeiken. Ik had meer verwacht, maar voor nu even goed. Hier gaan we boven niet de vloer mee kunnen vullen, maar we kunnen wel al een heleboel doen. Want kijk, hier willen we, zoals ik al eerder zei natuurlijk, gewoon helemaal die vloer gevuld hebben. Laten we op zijn minst de outline even helemaal fixen. En dan kijken we wel hoe ver we komen. En zo te zien moeten we het ook hier goed belichten, want hier spannen ook spinnetjes. Alright, mijn blokken zijn natuurlijk weer op. En zo te zien heb ik echt paar lange na nog gewoon niet eens de helft gedaan. Nee, de helft is nog niet gedaan. We kunnen het wel eventjes goed belichten. Althans goed gewoon tijdelijk even met torches. Zodat er geen spinnen meer spannen die me de hele tijd aanvallen. Vet irritant natuurlijk. Alright. Nou, dikke prima voor nu. Ik ben zo benieuwd naar het eindresultaat van deze basis, jongens. Dit is zo nogmaals buiten mijn comfortzone. Maar dat maakt het zo leuk natuurlijk. Vooral hierboven vind ik het gewoon echt gezellig. Ik zie het nu al helemaal voor me. Dat ik hier gewoon met meneer Krabburger gewoon conversaties kan houden. En vergaderingen, oorlog kan voeren met Rick. Geheime plannen kan bedenken. Ik vind het helemaal geweldig. Heb jij nou nog leuke ideeën, jongens? Laat het dan ook zeker even in de reacties achter. Want voor nu gaan we helaas de video afsluiten. Vergeet zeker ook even niet te liken en te abonneren. We zitten inmiddels bijna op de 300.000 abonnees. Dit is even het abonnee-aantal op het moment. Volgens mij is het echt heel dicht bij de 300.000 abonnees. Echt zo nog 2.000, 3.000 abonnees of zo. Geen idee. Dus daarom vergeet zeker even niet te abonneren en te liken. En dan nu gaan we nog een keer mijn hand zo doen. Want nu moet je deze video kijken. Dit is namelijk het vorige deel. Heb je die nou nog niet gezien? Moet je hem zeker even kijken. Snap je weer helemaal wat er gaande is. En nu spreek ik later glaasje water. 10 flesje bier. Tot de volgende keer.